Hoi en welkom in de vernieuwde Polestar 2. Het is alweer 3 jaar geleden dat we voor het eerst in de Polestar 2 stapten. Dat was in 2020 en dat was best wel een spannend moment. Dit was namelijk de eerste serieuze concurrent van de Tesla Model 3, die in 2019 ongeveer op de markt kwam in Nederland. Inmiddels zijn we een aantal jaar verder en zijn er veel meer concurrenten bijgekomen voor deze Polestar 2. Ga maar na, de BMW i4, de Mercedes-Benz EQE. En dan heb je natuurlijk ook nog de Chinese concurrentie. Denk aan de BYD Seal en de NIO ET5. Maar Polestar heeft niet stilgezeten. Ze hebben de auto een update gegeven voor modeljaar 2024. In die auto rijden we en in deze video ga ik er alles over vertellen. Ik ga je vertellen hoe snel die kan laden, hoe ver die komt en hoe die rijdt. Ja, ik zei het al, deze auto is alweer 3 jaar op de markt. En in 3 jaar tijd hebben ze er 150.000 exemplaren van gebouwd van deze Polestar 2. Dat is best wel een aantal, zeker als je ervan uitgaat dat het een compleet nieuw merk is, Polestar. Is het misschien niet helemaal. Het is natuurlijk een beetje afgeleid van Volvo. En deze Polestar 2 was eigenlijk een soort prototype van Volvo die Polestar in productie mocht nemen. Maar toch een behoorlijk aantal. En 9000 daarvan die rijden in Nederland rond. En dan kun je toch wel spreken van een redelijk succes in 3 jaar tijd. 9000 auto's op de weg zetten. Ja, voor een compleet nieuw merk is dat helemaal niet slecht. Als je veel op de weg zit, dan zie je hem ook veel rijden. Het is echt zo'n lease-topper, net als de Tesla Model 3. En zoals ik al zei, zijn er behoorlijk wat concurrenten bijgekomen. Van BMW, Mercedes, NIO en BYD. En inmiddels was die Polestar 2 eigenlijk een beetje het oudste van het stel geworden. Maar nu heeft hij een update gekregen, waardoor hij niet meer achteraan loopt. Laten we even beginnen met de accu. Hij heeft namelijk een nieuwe accu gekregen met een inhoud van 82 kWh. En dat is 4 kWh meer dan voorheen. Dat kun je ook aflezen aan de buitenkant van de auto. Hij had namelijk altijd een sticker aan de buitenkant. Die sticker heeft hij nog steeds. En op die sticker voorheen stond 78 kWh en nu 82 kWh. Maar ondanks dat hij maar 4 extra kWh in de batterij heeft zitten, heeft hij een aanzienlijk grotere actieradius dan toen de auto voor het eerst op de markt kwam met 78 kWh. Toen kwam de auto maximaal 470 km toen ik er voor het eerst in reed. Nu, met 82 kWh, komt hij 655 km ver. Dat is dus gewoon dik 185 km verder met 4 extra kWh. Ja, hoe kan dat? Ja, de accutechnologie is in de afgelopen 3 jaar gewoon flink verbeterd. Hij heeft nu een accu van de Chinese accufabrikant Kettle. Maar er is ook nog een kleinere accuvariant met 69 kWh. Die is trouwens niet van Kettle, die is van LG. En daarmee houdt de auto nu 546 km op een enkele accu-lading. Waardoor die ook veel verder komt, is dat de elektromotoren simpelweg efficiënter zijn geworden. Als je voor de single motor kiest, heb je 299 pk. Als je voor de sterke variant kiest, die versie heb ik hier bij me. Dit is de long range single motor, dus met het grote accupakket en 1 elektromotor. Deze is ook wat sneller, omdat hij wat krachtiger is. Voortaan doet hij 0 naar 100 in 6,2 seconden. Kortom, de Polestar 2 is krachtiger en hij komt veel verder op een acculading. En dat is eigenlijk precies wat deze auto nodig had. Dat was namelijk tot nu toe echt wel een beetje een minpuntje. Een ander minpuntje was dat als je voor de single motor koos, dus een enkele elektromotor, dat die motor op de vooras lag. Voorwielaandrijving. En dat is eigenlijk niet wat je wil bij een auto die toch in de markt wordt gezet als een sportieve sportsedan. Een sportieve auto hoort nu eenmaal achterwielaandrijving te hebben. En dat is nu ook het geval. Ze hebben de motor van de vooras afgeplukt en op de achteras gemonteerd. Waardoor nu iedere Polestar standaard een achterwielaandrijver is. En dat is echt wel een flinke verbetering hoor. De auto rijdt niet alleen leuker, sportiever, maar ook gewoon rustiger. Er gaan geen aandrijfkrachten meer naar de vooras die je gewoon terugvoelt in het stuur. Waardoor die gewoon veel prettiger stuurt en veel eigenlijk rustiger en gecontroleerd rijdt. Dat de motor op de achteras ligt betekent dus ook dat hij leuker rijdt. Hij is wat sportiever. Dat betekent dat als je gas geeft in de bochten, dat hij er lekker doorheen drukt in plaats van doorheen sleept.
En dat betekent gewoon meer plezier achter het stuur als je daarna op zoek bent. De Polestar 2 kan voortaan ook sneller laden. Als je voor het kleine accupakket kiest, dan kan je tot 135 kW laden. Kies je voor deze grote accu, dan kun je tot 205 kW laden. Terwijl die voorheen tot 155 kW kon laden, toen de auto net op de markt kwam. Toen vonden we dat heel indrukwekkend. Nu vind ik 205 kW behoorlijk indrukwekkend. Daarmee zit hij op gelijke hoogte met BMW met de i4 bijvoorbeeld. Maar hij kan nog niet zo snel laden als de Tesla Model 3. De Model 3 blijft nog steeds zijn grootste concurrent. Dat geldt natuurlijk eigenlijk voor alle fabrikanten die in dit segment opereren. Die Model 3 is moeilijk te verslaan. Het prijsverschil is wel groot met de Tesla. De BMW i4 is duurder dan deze auto, maar de Model 3 is goedkoper. De Polestar 2 begint namelijk vanaf €51.200. Dan krijg je een klein accupakket. Hij is niet zo heel klein, bijna 70 kWh. En een actieradius van 546 km, helemaal niks mis mee. Maar bij Tesla krijg je voor hetzelfde geld de long range versie, die zo'n 100 km verder komt dan de basisuitvoering van de Polestar 2. Maar de Polestar 2 die ik hier rijd met het grote accupakket, die is er vanaf dik €55.000, €55.200. Daar is het prijsverschil wat kleiner met de Tesla Model 3 Long Range. Het verschil zit vooral in de basisuitvoering van de Model 3 en de basisuitvoering van de Polestar 2. Daar is het verschil echt wel €8.000. Ik moet zeggen, ik vind het interieur nog steeds mooier van de Polestar 2 dan van de Model 3. Uiteraard smaken verschillen, maar ik vind de Model 3 nog steeds wel erg minimalistisch in het interieur. Nog minimalistischer dan hier in de Polestar. Dus daar zou het prijsverschil een beetje kunnen verklaren. Verder is de Polestar 2 aan de buitenkant en aan de binnenkant eigenlijk niet aangepast. Aan de buitenkant krijg je wel nieuwe velgen. Die heb ik hier bij me. Dit zijn behoorlijk grote velgen en die snoepen ook wel wat van de actieradius af. In de praktijk zit ik op zo'n 550 km in plaats dus van 655 km. Dat komt mede door die velgen en ook omdat het gewoon wat kouder is buiten. En aan de voorkant krijg je een nieuwe grill. Voorheen had je van die zwarte blokjes in de grill zitten. Die zijn allemaal weg. Nu krijg je gewoon een strak meegespoten carrosseriepaneel aan de voorkant. Ik moet zeggen, ik vond de vorige neus iets meer uitgesproken dan de nieuwe neus. Maar ook dat is natuurlijk weer een kwestie van smaak. Hier in het interieur is er ook eigenlijk niet veel gewijzigd. Eigenlijk helemaal niks. Je krijgt nog steeds in het midden het grote infotainment systeem waar Android Automotive op draait. Dat systeem is nog steeds eigenlijk snel genoeg. Toen het systeem net op de markt kwam was het razendsnel. De Polestar 2 was namelijk het eerste model die Android Automotive gebruikte voor een infotainment systeem. Dit is trouwens het infotainment systeem van Google met een hele hoop Google apps zoals Google Maps en Google Assistant. En omdat het toen heel snel was, is het nu nog steeds snel genoeg. En even snel als een hoop infotainment systemen van de concurrentie, die inmiddels ook wel een beetje op ditzelfde niveau zitten qua rekensnelheid van het infotainment systeem. En dan de conclusie, heeft Polestar met deze update ervoor gezorgd dat de Polestar 2 nog de concurrentie aan kan of zelfs voorbijstreeft? Nou, dat laatste niet. Misschien een aantal concurrenten wel, maar Tesla niet en BMW ook niet. Maar ze zitten wel op hetzelfde niveau. Zeker met BMW qua laadsnelheid en actieradius. En bij Tesla komen ze gewoon in de buurt. En daardoor is de situatie eigenlijk niet gewijzigd. Toen de Polestar 2 voor het eerst op de markt kwam in 2020, was het ook gewoon een geduchte concurrent van de Model 3. Hij was niet beter, maar hij kwam wel in de buurt. En het was gewoon wel wat anders. En zeker het Scandinavische design kan je gewoon meer aanspreken dan bij Tesla. En daarmee zijn we het einde gekomen van deze video. Vond je hem leuk? Vergeet hem dan vooral geen duimpje te geven. En wil je meer van deze video's zien? Vergeet je dan ook niet te abonneren. En dan zie ik je graag bij een volgende video.